Welkom op het LISP, beste voetballiefhebber, voor de laatste wedstrijd van de 17e speeldag tussen de twee Ellen, Lierse en Lokeren. En een vinnige man. En daar zijn ze doorheen en ze maken meteen de goal. Jawel, we hebben precies een minuut gespeeld. En Kouema, die heeft daar alle doelen gevonden. En nu voorzitter met links. Dat is een goeie. En de gelijkmaker, Leijen. Twee kansen, twee goals in deze partij. In het eerste kwartier. De eerste voor Lokeren is ook raak. En Bayer Leijen. Nu staat drie man in de box. En het schot aan de tweede lijn. Van Overmeer is een pegel. Grondscherend schot. Maar iets moet uitkijken met Kouema. Daar is Keita. Blijkt uit en de hoek is te scherp. En dan is er nog de interventie van Scholz. Die voorkomt de voorsprong voor Lierse. Heeft de bal binnen door te krijgen, dat lukt. De Pauw haalt dat man af. En geraakt niet voorbij Bajkovic. Ziezo, met mogelijk de laatste kans van de wedstrijd. Swinkel, zonder lat. Nou, het zit Lierse ook niet mee. En zo 1-1. Ik zei het al, Lokeren schiet daar niet veel mee op.